Attractiepark Drievliet krijgt een overdekt gedeelte. Naast de indoorhal worden ook de ingang van het park en de parkeerplaatsen aangepakt. Met de overdekte hal kan het attractiepark het hele jaar door open blijven. Daardoor hoopt het attractiepark meer bezoekers te trekken en meer werkgelegenheid te creëren. De grootschalige vernieuwing van de Grote Marktstraat begint deze week. Het belangrijkste winkelgebied van de stad krijgt nieuwe bestrating en meubilair. Ook komen er grote kroonluchters te hangen. Er komen extra fietsenstallingen in de zijstraten die naar de Grote Markt leiden en de bicyclettes zijn inmiddels allemaal gratis. In 2015 moet alles klaar zijn. De gemeente legt de komende 4 jaar bijna 1400 nieuwe parkeerplaatsen aan in de stad. De meeste plekken komen in de woonwijken Bezuidenhout Oost, Bloemenbuurt Oost en Rustenbroek Oostbroek, omdat de bewoners daar hun wagen nauwelijks kwijt kunnen.